Het hoofdstembureau van Paramaribo heeft gisteren op een openbare zitting de verkiezingsresultaten van het district bekendgemaakt. De zitting is geleid door Conrad Acton, lid van het hoofdstembureau. De voorzitter Mike Nerkus heeft de zitting van huis uit via geopend. In Paramaribo zijn er in totaal 11.119.328 stemmen uitgebracht op DNA-niveau. Hiervan waren 3.670 ongeldig. Op RR-niveau zijn er 105.274 stemmen uitgebracht, waarvan 2.280 ongeldig waren. Na de bekendmaking heeft Marcel Oosburg namens de NDP een bezwaarschrift ingediend. We brengen nu enkele fragmenten van de zitting. We hebben een aantal zaken geconstateerd die in strijd zijn met de kieswet. En op grond daarvan hebben wij gemeend om bezwaar aan te tekenen. Alsjeblieft. Moet ik het doen? Mag ik u vragen om dit aan te bieden aan de secretaris van het hoofdstembureau? Zijn er nog overige andere politieke partijen die bezwaren hebben? A20? Alsjeblieft, opstaan uw naam en uw politieke partij nogmaals. Rijmen. Ik kijk toevallig naar de cijfers van Binnenlandse Zaken en ik zie dat ze verschillen van die van jullie. Waarom is dat? Nee, is een vraag. Ik vraag het gewoon, omdat ik toevallig kijk. Ik heb geen bezwaar. Maar ik stel gelijk de vraag, omdat ik toevallig kijk naar de cijfers van Binnenlandse Zaken. Okay. Dit zijn de cijfers die het hoofdstembureau heeft. Die hebben we in de processen verbale gehaald. En het zou kunnen zijn dat het een Binnenlandse Zaken de processenverbalen heeft, maar door de tijden heen moeten de processenverbalen gecorrigeerd worden, omdat er onzekerheden in zitten. Dus dit is wat wij in de processenverbalen zijn tegengekomen. Conrad Acton geeft aan dat zij meer bezwaren hadden verwacht. Hij legt uit waarom de resultaten zo lang op zich hebben laten wachten. Ik denk dat we in Suriname, en ik ga het nog een keer zeggen, in Suriname zijn we onvoldoende ingelicht over de wijze hoe verkiezingsresultaten verwerkt worden. Paramaribo telt 274 stembureaus, in dit geval 275 omdat er een COVID-stembureau erbij was. U begrijpt, alle stembureauvoorzitters of stembureau moeten een processenverbaal inleveren. Als hoofdstembureau zegt de wet, dat gelijk na alle inlevering we de processenverbalen moeten controleren. Als de processenverbalen onzuiverheden vertonen, dan moeten wij die voorzitter terugroepen. Sommige voorzitters zijn wel 2 en 3 keren gekomen. Omdat de ene keer ontdek je de RR, je gaat opnieuw en de andere keer ontdek je het in bij DNA. En zolang alle cijfers niet kloppen met de berekeningen en het aantal cijfers, dan kun je niet praten over een correcte PV. Want ook wij als hoofdstembureau moeten een correcte PV aan het Centraal Hoofdstembureau indienen. Dus u begrijpt, 12 resorten, dat gaat allemaal een beetje met grote resorten als Latour en Pontbuiten, een Blauwgrond. Dat zijn allemaal grote resorten. Dus we moeten zo nauwkeurig mogelijk de informatie verwerken. Dus ja, de stemmen die erop, die liepen op over fraude. De verkiezingen in Suriname zijn niet waterdicht. Maar ze zijn zeker voor 75%. Zodanig dat je zoveel processen hebt waar je moeilijk zou kunnen frauderen. En zeker niet op dit niveau. Want hier wordt er niets meer gedaan dan alleen maar de procesverbalen in orde gemaakt. Conrad Acton, lid van het hoofdstembureau van Paramaribo. Hij sprak gisteren na de openbare zitting in de Anthony Nesty Sporthal. Acton gaf onder meer aan waarom de resultaten zo lang op zich hebben laten wachten.